Hey, Kerfsick Minigame. Welkom bij een nieuwe episode op de Blogsurfer. En ja, ik ben vandaag heel eventjes alleen, want ik wil een klein dingetje doen. Ik wil deze pickers gaan enchanten. Zoals jullie zien heb ik 39 levels. Ik geloof dat we het er in de vorige episode daar ook over hebben gehad. En kijk eens, er is gewoon een hele muur gebouwd rond de village. Dat is echt super cool. Het is natuurlijk... Er zit best wel veel tijd tussen de episodes van ons. En dat is natuurlijk jammer. Maar anders is er gewoon geen tijd meer voor andere series. Er zit best wel veel tijd tussen. Dus steeds als ik een nieuwe episode begin... Oh, wauw. Wauw. Steeds als ik een nieuwe episode begin, zien jullie heel veel nieuwe dingen. En dit heb ik nog niet eens gezien, dus dat is best wel cool. Maar wat we even gaan doen is een enchantment table gebruiken. Die in het huis van Emile is. Wauw, deze hoeveelheid koeien. Ik vraag me af, het wordt misschien tijd om ze te killen ook. Daar heb ik ook nog wel wat steek. Hier is over veranderd. Ik heb het zelf nog niet eens naar gekeken. Kijk, hier is dus een shop van Carlo. Laten we even kijken. 1 stuk wol, 10 armen, gooi je betaling op de carpet. Dus dat is cool. Niet dat we het op dit moment nodig hebben, maar er is hier gewoon een shop. Dat is mooi. Maar ja, dus 39 levels, tijd om te enchanten. En wat was dat? Was dat een deurbel? Ik denk het wel. Of niet? Ja, deurbel. Of zoiets. Oké. Dus ik ga even naar het huis van Emile. Iedereen is ook zo ongeveer op dit moment online, dus dat is mooi. Misschien is Emile wel in zijn huis. Maar dan gaan we even die pickers enchanten en kijken wat we kunnen krijgen. Misschien kunnen we wel fortune krijgen. En als we het niet krijgen, maakt het niet altijd vrij. Het gaat er gewoon om dat we een snelle pickers hebben, zodat we ook harde klei kunnen minen. Maar die muur is echt gigantisch en ook best wel dik. Hij gaat hier zelfs helemaal om het huis van Emile heen. Hij gaat niet om onze base heen, maar dat is wel begrijpelijk, want onze base is echt aan de verre kant. Fine farm. Onze base is echt aan de verre kant en dan zou de muur veel langer moeten zijn. Even kijken. Just came Joshua, maar Emile woont hier ook. Hey, enchanten. Want we gaan deze pickers eens enchanten. Dus ik ga hem even kijken. We moeten ook alweer heen. Ik geloof dat we gewoon... hierheen moeten, toch? Of niet? Dit lijkt me best wel veranderd sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest, of niet? Ligt misschien aan mij. Ja, want Emile heeft hier allemaal geheime deuren en wat dan ook. Oké, hier is het. Enchanting table powered by Emile. Oké, nice. Versie 3. Gaan we ervoor? Ik ga er gewoon voor. Oh, oké, dat is best redelijk. Unbreaking 3, Fortune 2, Visie 3. Nice, daar kunnen we best wat mee. Fortune 2. Dus dat is fijn. Dan kunnen we tenminste kijken als we iets met harde klei willen. Hoe komen we hier uit? Als we iets met harde klei willen. Oh, daar is een button. Als we iets met klei willen doen. Oh nee. Oké, dat is niet goed. Als we iets met klei willen doen, kunnen we het ook gewoon een beetje op een normale snelheid minen. Want met een iron pickaxe, als je stacks en stacks aan klei nodig hebt, is dat heel vervelend om te minen. Dus dat was even. Dat was even de pickaxe. Dat is heel fijn. Die kunnen we nu lekker gaan gebruiken. Oh ja, dit wil ik ook nog even laten zien. Er was namelijk een prank op het huis van Tobias. Het was gevuld met water. Omdat het een beetje op een viskom lijkt. En er was ook een grote Nemo in geplaatst. Maar die staat niet op het dak. Omdat het best wel cool was. Dus dat is dat. Dit is ook geprankt. En hier wordt geloof ik nog gewerkt aan de muur of aan een port of wat dan ook. Best wel cool. Ja, en dit heeft ook een... Hij heeft ook daadwerkelijk een hack en zo wat met pistons wat dus geopend kan worden. En dat is best wel cool. Maar we gaan denk ik... misschien ga ik later nog wel kijken wat er voor de rest op de server allemaal is gebeurd. Misschien gaan we deze episode gewoon eerst verder aan de base. Even kijken. Is hier nog iets veranderd in de tussentijd? Dit is geloof ik nieuw. Of was dat er al? Ik weet het echt niet zeker. Ik weet niet of Brian of Niels nog online zijn geweest. Nee, er is geloof ik weinig veranderd. Alleen, ik zie hier dat. Dat is een beetje raar. En we moeten iets aan die vines doen. Want die vines die groeien te ver naar beneden. Dus als we gewoon string kunnen plaatsen. En dat heb ik tot nu toe alleen in creative mode gedaan. Maar het moet in survival vast ook wel kunnen. Kunnen we niet gewoon... Oké, kunnen we gewoon daar string plaatsen? Ja, dat werkt gewoon. Ja, je hoeft ook geen blokje onder te hebben of wat dan ook. Dus dat is hoe we string nuttig kunnen gaan gebruiken. Kijk, al gewoon daar. Ja, en dat valt nauwelijks op. Zo kunnen we de lengte een beetje beperken. Want als ze te lang worden, wordt het ook gewoon niet mooi. Nou, betekent dus wel dat we string nodig gaan hebben. Maar dat komt vast wel goed. Want er zijn altijd een heleboel mobs nog steeds bij de spawn. Dus ja, ik denk dat ik nu even... Dat ik in het volgende clipje online ben met Niels of Brian of allebei. Hoop ik tenminste. En dan kunnen we verder met bouwen of gaan minen of exploren. We zien het wel. Oké, ik ben hier nu dus met Niels en Brian. Hallo. Voor het eerst met z'n drieën.
En we gaan verder aan de base. We gaan een koeienfarm bouwen op de boom. Want we hebben nu wel een koeienfarm bij de spal, maar dat is een beetje weinig voor zoveel mensen. Dus daarom zijn we van plan nog eentje erbij te maken. En die doen we dan gewoon in de boom. Maken we daar het platform wat groter en dan doen we er leaves omheen. En misschien nog wat andere dingen. Maar dat is dus het plan. Maar eerst hebben we wat saplings nodig. Dankzij die fortune picks van net kunnen we meer saplings krijgen per leaf. Dus dat is fijn. Daar ga ik het ook voor nu gewoon voor gebruiken. Enige waar ik de picks tot nu toe voor heb gebruikt. Want diamonds zijn toch heel makkelijk te vinden. Dus we gaan eerst even saplings halen. Dan kunnen we hopelijk een beetje een jungle tree vorm maken van normale grootte. Want nu hebben we steeds een tekort aan saplings. Helemaal op het topje. Nee, nog niet, want ik weet niet welke bomen gaan gebruiken. Oh, nou, ik zou gewoon... zie je waar ik ben? Wacht, doe die daar. Waar Brian het dicht bij staat. Kijk daar. Ja. Die vind ik wel mooi. Op maar daar hebben we nog geen trap naartoe. Ja, dat kunnen we nu maken. We kunnen toch zo'n T-splitsing maken? Zo, whoop. Ja, dat kan. Maar we kunnen het ook gewoon hier doen. Jij maakt een boompje. Huis. Ja. Ja, dat is wel een probleem. Hoe krijgen we de koeien? Oh, wat gebeurt er? Nee, we doen het wel gewoon bij die boom. En dan maken we gewoon in ieder geval een tijdelijke brug als we de koeien kunnen doen. Dan maken we het later mooi. Brian had een manier hoe de koeien naar boven krijgen. Met water, of niet? Nee. Echt heel cool. Oké, we maken dus even een T-splitsing. Want hier komen de koeien. Hier, we kunnen ze tenminste makkelijk de trap op krijgen, hopelijk. En dan kunnen ze hier ook makkelijk op krijgen als we er... een beetje iets meer aanbouwen. Want, maar wel, gaan we hier naar de top? Ja, en daar... Oh. Wat was er? Met de wenteltrap. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat het lukt met de koeien. Volgens mij is het handig als we die straks hier onder water zetten. Dan kom ik hier zo naar boven met bloks, weet je wel. Hm. En dan met een... hou ik ze met mijn lead zo vast, dan komen ze hier boven. Maar breken de leaves dan niet? Nee. Nee? Ja, oké, okay, we gaan het zien. Maar we moeten wel eerst hier iets hebben waar ze gewoon in kunnen, dat ze niet daar afspringen. Van hoogte breken de leaves niet. Ja? Nee, klopt. Oké, okay. Nou dan gaan we dat gewoon doen. Oké, okay, we zijn nu bezig met de vorm. En Brian maakt hem even iets ronder. We hebben net nog een jungleboom daar geplaatst, want we hadden niet genoeg leaves. En ook niet genoeg saplings. Maar ik heb nu wel weer 5. De koeien die... hoe gaan we ze nou eigenlijk precies naar boven doen? Want ik heb het nou niet echt gevolgd, maar... Brian, dat zie je wel. Oh, dat zien we wel. Oké, dan leg ik niks meer uit. We zien het wel. Ik ga ook even wat dirt pakken, want we willen hier gras op de bodem doen. Zijn koeien, dus is natuurlijk niet echt nodig, maar het is wel gewoon cool. Het is wel leuk, inderdaad. Oké, okay, ik ben nu een toren aan het maken, want we moeten op de een of andere manier het gras hier krijgen. En dat gaan we doen met een soort van spiraaltrapje. Brian is hier een boom aan het maken met wortels. En je kan ze ook een beetje boven de grond laten komen. Ja, nee, dat ziet er echt niet uit, omdat het zo klein is. Ja, het is een kleine schaal. Uiteindelijk komt er allemaal gras omheen, dan komt het wel goed. Dus we hebben geen silk touch, nog niet in ieder geval. Dus we moeten het gewoon even zo doen, gewoon even een trappetje maken. Oké, okay, dit is de trap om het gras erboven te laten gaan. Dat gaat wel heel lang duren. Maar we zitten natuurlijk op een server en zitten in de spawn chunks, dus als het goed is, is het altijd geladen. Brian, wat heb je voor de rest nog gebouwd hier? Ja, een boompie. Ja, een boompie. En Brian heeft een grote boom gemaakt. En uiteindelijk komt er gras en dan wordt alles veel beter. En het dak wordt groen. Met glas. Ja, en op het dak komt groen gras. En van die donkere boom hieronder maak ik een boom met. Daar. Wat? Oh ja, die. Ja. Liggen daar mij of zijn er ook leaves uit gespawnd? Ja, het komt gewoon in de server. Oh. Ik geef een weed farm zodat we uiteindelijk... heybeels kunnen gaan plaatsen, want dat past ook wel bij een koeienfarm. Zoals je ziet is hier een hele muur gebouwd. Ik weet niet of ik dat echt heb laten zien. Maar die is. Ik geloof dat ik dat wel in het eerste clipje heb laten zien. En dit heb ik nog niet eens gezien. Er is een slimeblock launcher en dat is echt best wel cool. Ik hou echt van dit soort dingen. Is echt heel leuk. En ik zie hier ook een chicken. Misschien kan ik die neerzetten. Nou, dat is misschien een beetje lastig, maar dat is in ieder geval heel cool. Maar ik ga nu weer even wheat halen en dan... ja, dan kunnen we wat hebes maken. Nou, ik wil toch even proberen met deze kip. Kan ik die lanceren? Nou, werkt het niet echt. Oh, dat probeer je. Ja, die kip staat niet echt helemaal goed. Ja, oké. Okay. Zo misschien. Heel misschien werkt het. Ja! Het lukte! Ja! Het lukte gewoon. Yes! Noise. Oké, we hebben weer een heel vooruitgang gemaakt. En wat jullie hier zien is het randje van het dak. En komt uiteindelijk ook nog glas.
Dat gaat Niels ook nog doen. Aha. En ja, we hebben hier gewoon een nieuw gebied met allemaal haybills en bomen. En als er uiteindelijk gras is en tallgrass en zo, dan wordt het nog allemaal veel beter dan dat het nu al is. En wat we ook nog gaan doen is ergens een weed farm bouwen die uiteindelijk ook automatisch gaat worden. En dat kunnen we nu ook wel doen. Als we gewoon even wat iron gebruiken. Ik kan met 4 per seizoen of met 6 of met 8 of zo. Dus het moet wel lukken met de hoeveelheid iron die we hebben. Mm-hmm. En wacht, kunnen de koeien niet ontsnappen via die haybills? Ja, daar dacht ik ook al. Ja, ze kunnen via deze wel ontsnappen. En via deze misschien ook wel. Ja, via deze ook. Dus misschien moet je ze gewoon standaard 2 blokjes hoog maken of zo. Of iets anders. Nou ja, ik ga ook even kijken waar we de wheat farm kunnen plaatsen. En dan kan ik daar misschien wel aan gaan beginnen. Oké, zoals je ziet is er ook best wel veel veranderd aan de spawn. Er zijn wat huisjes weg. Je hebt nu nog wel het gemeentehuis. Maar eigenlijk is het grotendeels weg. En dat is aan de ene kant jammer. Want de huisjes waren natuurlijk mooi. Maar aan de andere kant ook wel leuk dat mensen nu zelf iets gaan bouwen. Dat is bijvoorbeeld heel cool. En we hebben dit. Die toren van bomen. Geen idee wat ik moet voorstellen. Mooi. Ik vind het echt niet mooi. Het is ook niet echt mooi. Die was een Kingslayer. Ja? Echt? Misschien. Ik weet niet. Nou, ik weet echt niet wat het hier doet. Maar ja, dat is er. En ik heb nu een shovel geënchant met efficiency 4. En dat is eigenlijk puur voor het dirt halen. Want we hebben ook voor de wheat farm weer dirt nodig. Nou, uiteindelijk zou ik toch een shovel nodig hebben. Maar ik zal ook wel weer even laten zien. Want er is weer heel veel... Hey. Er is weer heel veel veranderd aan de dak. aan de farm. Want er is nu ook bijvoorbeeld een dak. En trouwens de wheat farm. Als we hem op een top van een boom doen, dan wordt hij wel erg klein. Dus... Ja, maar je kan hem toch uitbreiden. Ja, klopt. Kan. Misschien kunnen we hem heel efficiënt maken. Ja, maar uiteindelijk, is het toch niet zo handig als je weinig wheat krijgt per oogst. Want het kost toch heel veel tijd om te groeien. Dus ja, ik weet het, hij moet wel echt een beetje groot zijn. Maar hoe vaak ga je wheat gebruiken? Nou, heel vaak voor die koeien. Ja, ja, inderdaad. Tegenwoordig heb je ook shops. Oh. Zeg maar even touché. Wheat heb je best wel veel nodig. En voor nu, ik heb bijna geen eten meer. Dus het is wel fijn om even brood te kunnen maken. Voordat we de koeienfarm helemaal werkt hebben. We hebben hier dus ook een dak gemaakt. Niels heeft hier een dak gemaakt. Van limestone klas. En dat ziet er best wel cool uit. Het is nu echt een... bijna cool gebiedje geworden. We kunnen de laatste paar blokken plaatsen. En dan kunnen we straks ook hopelijk de koeien erin doen. En hoe vind je de kleur? Moeten er nog bruine stukjes door? Nee, ik vind het goed zo. Gewoon alleen maar lime is goed. Nee, bruine stukjes. Nee. Bruine stukjes? Nee, niet groen. Geloof me. Hebben we al groen geprobeerd? Ja, ik heb het niet. Nee, heb je niet. Hier, wacht, probeer eens. Is goed, ja, geef. Hier. Geef aan mij. Je ziet er minder van dan ik had gedacht, maar het is ook geef niet... Geef aan mij. Oké, maar kijk, zoals je ziet, je ziet hier dat er nu echt duidelijk een blok zit. Ja. Want je ziet opeens die zijkanten. Ja, maar dat kijk is het lelijke. Op welke plek je het hebt gedaan, hè. Ik vind het niet mooi. Je ziet opeens de zijkanten van de blokjes. Bij dezelfde kleur glas dan worden die weggelaten. Maar als je dan een andere kleur tussen doet, dan zie je opeens de zijkanten. Dus ik doe het liever niet. Nee, laat maar gewoon zo. Ik vind het zo niet voor goed. 2 tegen 1, Brian. Meteen slaan. 2 tegen 1. Meteen agressief. Nou ja, ik ga naar mijn wheat farm. Ik ga er snel vandoor. Nou, ik ben nu ontzettend ver met mijn wheat farm. Zoals je ziet, ik heb al pistons geplaatst. Oh, je doet het even voor mij. Ja, ik dacht dat je iets wou vertellen over je eigen... Nee. Ah, maar je hebt wel gelijk, want ik ben er een wheat farm aan het maken. En eerst had ik niet verwacht dat die zo groot zou worden, maar ik wil gewoon een grote wheat farm. Want voor de koeien is het handig en ook voor nu gewoon als etensbron, als we nog niet zo heel veel koeien hebben. En dit ziet er natuurlijk belachelijk uit van een afstandje. Ontzettend vanaf... belachelijk. Ontzettend ongelooflijk. Ja, ik ga uiteindelijk de boom nog ietsje... groter maken. Ik hoop wel dat ik er iets van kan maken, want dat ziet er nu echt wel heel apart uit. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ik kan het niet geloven. Ik heb hier 32 leaves, daar kom ik natuurlijk niet zo ver mee. Maar het is ook wel handig als je uiteindelijk iets met glas genomen hebt om de pistons om het water vast te houden, want het water komt natuurlijk op deze blok. Nee, daar komt het. Daar komt het wel. Het komt op die blokjes. Dus is het misschien handig om er water om er glas omheen te doen. Niels heeft een groen glas, maar Niels is nu heel even weg. Maar ik bouw gewoon verder en dan kijken we straks weer naar de vooruitgang. En hopelijk wordt het uiteindelijk wel iets moois. Want ik kan ook gewoon met de vorm van de boom meegaan. En dan gewoon een
een weed farm maken van 4x4. Of misschien 4x6 of zo. Maar daar heb je gewoon, dat is het gewoon niet waard. Want weed groeit zo langzaam, duurt soms wel 80 minuten of zo. Dus dan kan je echt geen kleine farm hebben eigenlijk als je veel nodig hebt voor 3 personen. Dus ik ga gewoon voor een grote farm. Het ziet er voor nu belachelijk uit, maar komt hopelijk goed. En dit is de ladder. Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen met het water. Want we hebben natuurlijk water nodig om alle grond nat te houden. Maar ik geloof dat ik hier gewoon 1 blokje water kan doen. En dan verspreid het gewoon naar de rest. Dus dat zou moeten lukken. Want dat doen natuurlijk 4 blokjes elke kant op. Dan kunnen we hier gewoon een ladder hebben. En hier een soort van gangpad. En dan dan moet dat wel lukken. En ik ga straks nog even naar Brian toe. Om daar weer de vooruitgang te laten zien. Oké, ik heb wel wat vooruitgang gemaakt aan de farm. Het enige wat ik eigenlijk nog moet doen is de redstone. Het design is voor nu af. Er moet natuurlijk nog wel wat. Moet er nog wat leaves omheen. Er komt misschien nog wat. Er komt misschien nog wat glas bij kijken. Hier bij het water. Daar heb ik nu gewoon slabs gedaan. En ik ga het voor nu ook maar gewoon even afdekken met cobblestone. Want de business werkt dus nog niet. Maar ik ga off camera verder met de redstone. En ik heb hier ook even verlichting gedaan. We hebben nog geen glowstone. Voor zover ik weet. Ook geen pumpkins. Ik weet niet eens of er pumpkins zijn op de map. Weet je dat? Ik heb tenminste geen... Ja? Ja, pumpkins zijn er wel. Volgens mij heeft wel iemand het. Oké, nou gaan we even kijken. Kunnen we daar ook een farm van maken, want pumpkins zijn wel altijd fijn. Maar het is voor nu best wel redelijk verlicht. En op de farmland en op de leaves kunnen geloof ik toch geen mobs spannen. Ja, oké, dan moet je hier staan. Oké, stop. Terug. Eén blokje terug. Dat je Oké, neem je op. Ja. Yo, gangsters. Welkom in mijn MTV Cribs. Kom maar naar boven. Ik heb hier een boeren-wc-hoekje gemaakt. Nou, ik moet wel even. Ik ben geïnspireerd. Geïnspireerd. Door Dr. Who. Want die heeft ook een teleporter. En hier kan je straks naar boven. En dan is het ongelooflijk vet. En kan je naar boven? Ja, kan je zo naar boven, weet je wel. Oké. En dan... Van beneden naar boven? Ja, heb je dit niet meer nodig. Oké. En dan, en hier heb je ook nog een wc-rolletje als je een te grote boodschap hebt geplaatst. Ja, ik zie het. En alle poep valt gewoon naar beneden. Ja, zo. Dat weet ik. Geinig. Graf van het jaar. Nou ja, ik vind het gewoon leuk, want dan kan ik gewoon dit ding weer gebruiken. Een leuke slimeblock ding. Oh ja, dat kunnen we doen, slimeblock. En dan gaan we naar boven. Nee, slimeblocks zijn echt leuk. En we hebben gewoon al 2 stacks slimeballs. Voor de rest heb ik eigenlijk alles koeivriendelijk aangepast. Koei, geen koe, maar koei. En zoals je hier ziet. Ik heb onderzocht op minecraftwiki.com. Dat de koeien 1,5 blokje groot zijn. Dus ik zou zien niet om door kunnen. Dan heb ik dus expres dramatisch lelijk het gemaakt. Een beetje verlaatachtig. Zoals een spookhuis. Maar als ze 1,5 blokje hoog zijn, dan kunnen ze hier dus wel onderdoor. Want dit is 1,5 blokje en dit is 2 blokjes boven. Die hebben nooit jumpmaps in Minecraft gespeeld, dus dit zouden ze niet kunnen. Nou, weet je... We zullen het zien. Voor jou maak ik dan nog even... Je kan er gewoon een... Ja. Ja. Nou, anders laat het zo, we zien het wel. Laat zo. Als jij het zegt, het zal vast wel. Ja, en straks is het gras gegroeid en dan wordt het zo mooi. Ja, en dan kun je nog bomen erop doen. Dat maakt altijd het verschil altijd. Ja, en dan kunnen de koetjes de wc. En hier is een ladder. Die hoort zeker niet. Ja, kijk, dat... sommige koetjes die hebben... Die willen klimmen. Ja, die hebben pieten gekomen. En dan is dat even oefenen. Ik snap kunst soms ook niet helemaal. Maar dit is gewoon mooi. Wat, snap je niet? Kunst. Ja, maar dit is ook geen kunst. Hoe heet ook weer? Moderne kunst. Nee, maar dat snapt niemand. Ja. Ik denk dat de mensen... Hoe ben jij gevallen? Ja, ik weet niet. Dit is gewoon... Als je aan het vallen bent, dan denk je niet na. Dan heb je geen tijd om te reageren. Nou, ik had gewoon op het slimeblok kunnen springen. Nou ja, wij gaan weer even verder met bouwen. En dan zijn we zo terug. Oké, ik ben er nu met Emiel en Brian in het gesprek. Hey. En... ik heb de weed farm afgemaakt. Nou, tenminste, hij is nog niet echt af, maar dat is wat ik er voor nu aan ga doen. Ik wacht nog even op het glas van Niels en dan moeten we uiteindelijk de boom nog een beetje mooi maken. Ik heb 44 leaves, dus daar kan ik nu ook wel wat aan gaan doen. Oh, heb je glas nodig? Ik heb er wat. Oh, nice. Hebben wij nog cactussen eigenlijk, Brian? Ik heb cactussen. Oh ja, klopt.
waar heb je cactus? Ik heb de enige cactus farm. Ondertussen niet meer waarschijnlijk. Emiel, waar heb je cactussen? Dat snap je niet. Cactussen. Oh, dat duurde ook even totdat het doordrong. En dan heb ik een heel leuk mopje voor Emiel. Echt eens, jongen. Oké. Er zitten drie mensen op een scooter. Eentje zit voorop. Oh, dat is hilarisch. Achter zit achterop. Oh, dat is een hoe heet de middelste? Ik heb geen idee. Zeg eens, jongen. Hij heet Rob. Nou ja, ik ga wel even cactus halen en glas. Maar hoe ga je dat doen, Brian? Want we wachten hier al de hele video ja, op. Ja, oké. Je zegt steeds, komt wel. Je ziet hier koe. Je ziet hier koe. Ik zie hem. Koe? Nee, ik zie hem niet. Oké, koe. Ik denk namelijk dat de leads gaan breken, maar... Kijk, een koe die breekt niet van hoogte. Zie je? Die zweeft dan. Oké. Oké, als je hem niet laat vallen, dan gaat hij wel dood, denk ik. Ja, doe dan maar niet. Ja, man, echt. Ja, ik wil nog vragen, wil je water plaatsen? Allemaal. Dus als jij mij wilt helpen met water plaatsen... Oké. Over de koe, en dan... Zo. Gewoon even een groot gebied water. Nee, maar kijk dan. Kijk uit dan, man. Ze gaan echt niet dood... Oh, deze heeft een... knockback bow. Punch bow. Ja, ik doe niet meer. Ja. Maar ze gaan echt niet dood door één blokje water. Dan gaan ze niet meer dood. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dat is dus, maar dat is politisch correct. Ik respecteer de koeien wel, dus ik doe wel gewoon... Oké? Ja, je moet even gewoon mooi. Oké, mooi. Zo. Kijk. Ik moet geweldig. Dus niet, ja, ik moet wel hier naar boven kunnen, hè. Gewoon... Zo, ja. Oh, wil je het verder daarheen? Jij moet helemaal niks. Wacht even hoor, ik ga hier naar boven. Nou, dan doe ik hier gewoon water omheen. Is één blokje genoeg? Zo? Ja. Wil jij even ook wat koeien gaan repopulaten? Ja. Kunnen we dat niet beter doen als ze boven zijn? Nee, gewoon nu even, stel het gaat fout. Nou, er zijn er nog vier. Ja, maar kijk, ik hou ervan. Oh. Dan kan je het ook even wat breder maken. Wat? Oh, het water. Ja. Oh, we kunnen ze ook nog planten. Martijn, help! Oh. Hij is aan het bungee jumpen. Oh. Ja, maar dat is toch de bedoeling? Je vergat je andere huil. Je vergat... Ja, klopt, maar het leven van de koe zit op het spel. Je vergat dit. Denk ik. Hij is dood. Echt? Ja. Hoe dan? Hij raakte de suiker, hij raakte de bladeren. Ja, dit kon ook gewoon niet goed gaan, hè? Oké, wacht, heb ik alles opgepakt? Oh, nee, nog niet. Maar die wil ik niet. Oh, niet? Nou, die zijn poisonous. Schuldig, hoor. Ja, voor de koe. Oh, dan. Ja, maar anders kunnen we het wel gewoon via de andere kant. Gewoon, hup, via... Ja, ik zou het gewoon via die trap doen, maar... Ja, ik duw hem wel. Jij moet gaan lopen, ik duw hem wel. Kijk uit, rustig. Ik moet wel gaan winnen. Ja, hij loopt... Gaan we serieus de wenteltrap op? Hoe anders? Als jij dat stukje wilt duwen... Dat is niet veilig, dus... Nee, inderdaad. Echt een slecht idee, maar ja. Gaat gewoon goed, hoor. Wat je het beste kan doen is gewoon recht naar boven bouwen. Helemaal naar boven en dan naar de zijkant. Kijk, het gaat gewoon goed. Ik ben al bijna boven. Oh. Als je kijkt, je moet gewoon de koe voelen. Waar dan? Ik ben al boven. Geweldig. Ik ben al boven. Ja. Ja, hij doet het, hallo, hij doet het. Hallo meneertje, hallo. Hij doet het. Hoe gaat ie? Jij wilt een wc-hokje hier, hè? Nee, dat mag niet. Gewoon omhoog. Hallo. Nu moeten we wel voor zorgen dat ze niet meer terug kunnen, hè? Ja. Niet. Daar had je nog niet aan gedacht. Niet hem. Even kijken, ik heb fences. Oh nee, die heb jij gestolen. Toen ik doodging. Nou, dat werkt. ik had een paar fansketen. Ik vind dit koetje wel leuk, hoor. Mag ik mijn naam noemen? Nee, hebben we niet. Ja, jammer. Mag ik hem naam noemen? Maar we kunnen geen nametags vinden zonder dungeons. Nee, klopt, maar je kan ze opvissen. We kunnen ze ook traden. Ja, klopt. Ik heb een villager die wil ze traden. Oh, echt? Maar wel duur. Wij hebben helemaal geen emeralds, geloof ik. Ja, okay, ik zeg... Emerald. Repopulate! Ja, ik heb geen weed. Hier is weed, jongen! Ja, maar dat is decoratie. Nee, Bills! Oké, Niels is er nu ook weer bij. Laatste shot even. Hallo. En Emiel heeft dus Enable Villagers en hij heeft net voor ons een... Silk Touch boek geld, dus dat is heel erg goed. Hoeveel kost het? 13? Het kostte 13, maar het kost voor jullie eigenlijk 19, omdat ik er zelf nog 6 aan. Ja, want dat... Alles die betaalt, dammit. Ik stond er niet achter, maar Brian... Ik heb diamonds of emeralds. Nee, ja. Emeralds. Ik heb je farm geneukt. Maar ja, waar hebben wij nog emeralds voor nodig, hè? Nou, het was gewoon een gift. Wat voor dikkie? I got flowers! Jules, Laurens, nee. I got flowers! Nee, stop.
Stop! What? Bitch! Wat? Stop! Wat? Stop! Hou op, nou, hoe gaan we de auto doen? Zeggen dat de wc is, Brian komt naar boven lopen, want het zijn creatie. Ik ja. weer, hè? Ik dacht dat jij... Nee, jij mag nu. Nee, go your gang. Even niet te veel Brandon bloemen, hell. Emiel, als je wilt. Ja, dit is te veel. Ja, want we willen niet graag... Haal maar weg. Holy shit. Haal maar deels weg. haal maar helemaal weg. Nou, er mogen van mij best 8 bloemen staan of zo, ja. Maar geen 84. Yay! Oké, dus Brian kwam nu door de wc naar boven. Dat is de nieuwe ingang. De oude ingang is weg, omdat hij niet veilig was voor de koeien. En hier kom je dus door de wc naar boven. Dat is een soort van omgekeerd Sinterklaas. Zijn Niels. Oké, maar dat is dus over deze episode. Hebben jullie leuke nog, episode was het. Ja, we hebben best wel veel afgekregen. We hebben echt gewoon eerst al alleen een trap en nu hebben we van alles. Ja, met teamwork van... Ik ben game, yeah. En ook een beetje Emiel. Knol, power! Omdat hij zich hard zat. Dat moet je censureren. Ja, inderdaad. Soms kan je het er niet uitknippen, omdat er dan allemaal andere mensen praten die wel iets belangrijks te zeggen hebben. Maar moet ik even zien. Maar ja, dan is echt alles voor nu. Ik zit vast in slime. Tot de volgende episode.